Dat zijn inderdaad mensen die gewoon keihard werken, een prima inkomen hebben, maar in deze tijd van die stijgende lasten ook echt wakker liggen. Ga ik het einde van de maand wel halen? En als er een grote tegenvaller is, iets gaat kapot in mijn huis en ik moet het vervangen, kan ik het dan nog wel rondbrengen? En wat mij ook een beetje heeft gestoord de afgelopen weken is ook alsof er wordt gesproken over die groep alsof dat rijke mensen zouden zijn. Dit zijn nu mensen, het rijtje wat u opnoemt, verpleegkundige politieagenten, die moeten gaan afwegen: kan ik mijn kind nog wel op schoolreisje sturen? Ja of nee? Daar gaat het over. Dus ik vind echt dat we daar te weinig aandacht aan hebben besteed.